Zelfs mijn moeder gaat een fotosessie houden in de IKEA. Deze spiegel heb ik thuis en eigenlijk wil ik zo'n formaat. Yes, deze setting is zo cute. Ik wil hier wonen. En deze bank is ook lekker. Ik ga nu alleen nog even bij de kerstspulletjes kijken, want daar word ik altijd wel gelukkig van. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. Welkom bij een nieuwe verhuisvlog. Zoals jullie al aan mijn stem kunnen horen, klinkt het niet zoals mijn eigen stem. Dat komt omdat ik de afgelopen dagen helemaal geen stem heb gehad. En eindelijk kan ik weer praten. Het is niet mooi, maar we moeten het maar mee doen. Het is vandaag zondag, de 5e. En ik ga vandaag naar de IKEA. Ik was niet zo lang geleden ook al naar de IKEA geweest om wat inspiratie op te doen. Maar vandaag ga ik toch nog wel een aantal dingetjes kopen voor de verhuizing. Want morgenavond, maandagavond, ga ik de meeste spullen alvast overbrengen naar mijn nieuwe huisje. Dan zal Sarah, dus het vriendinnetje waarmee ik ga samenwonen, ook thuis zijn. En dan gaan we beginnen aan de officiële verhuizing. Ik heb er super veel zin in. Ik heb al op mijn IKEA-app even kijken, een aantal dingetjes in mijn boodschappenmandje gedaan. Of hoe noem je dat? Mijn boodschappenlijst gedaan. Die ik vandaag wil halen. Even kijken. Ik heb hier een aantal dingetjes. Ik wilde eigenlijk ook nog een spiegel. Maar de enige spiegel die ik zag, die ik leuk vond bij de IKEA, was 150 centimeter lang. En dat is even groot als die spiegel daar. En ik vind hem eigenlijk net iets te klein. Want ik wil mijn spiegel tegen de muur aanzetten. Maar hij moet wel even lang als mij zijn. Dus hij moet minimaal 1,60, 1,65 zijn. Maar die hebben ze gewoon niet bij de IKEA. Ja, wel een spiegel, maar niet zeg maar zo'n simpele basic omlijsting. Dus daar wacht ik nog even mee. Maar ik ga wel voor andere dingen kijken. Dus laten we maar heen gaan. Ik weet op dit moment niet wat ik erger vind, dat ik als een man klink of dat ik nu in het openbaar ga vloggen, terwijl het echt heel erg druk is in de IKEA. Het echt parkeerterrein staat vol. Maar we gaan nu eerst naar het restaurant, waar het ook waarschijnlijk heel druk zal zijn. Mam, we gaan eerst naar een restaurant waar het dus waarschijnlijk ook heel druk zal zijn. Maar ik moet nog eten en ik heb zoveel trek. Dus laten we maar lekker eten halen. De lamp heeft echt wat. Ik zou het zelf nooit ophangen, tenzij het bij mijn inrichting past. Maar ik vind hem wel tof. Lekker, mam. Ja. Doe, tante Lien. Nou, blijf jij hier zitten. Ik zie in de showroom deze mega kussen. Dit is mijn hand en dit is een kussen. Ik wil deze. Dus heel misschien als ik hem straks beneden in het magazijn zie, dat ik hem dan ga halen. Want ik vind het ook wel chill om zo'n grote kussen te hebben. Ik kan niet handelen dat het zo druk is hier. Er zijn echt te veel mensen. Ik wil echt. Zelfs mijn moeder gaat een fotosessie houden in de IKEA. Mijn vader is het slachtoffer. Oh my god. Why? Waarom zijn we zo? Oké, ik heb deze stoel op het oog. Ik vind hem heel erg mooi. Maar is het ideaal om als zeg maar, bureaustoeltje te gebruiken? Kijk, nu ik er zo in zit, denk ik, ja, het is een prima stoeltje. Het zit wel oké. Maar ik denk niet dat ik hier uren kan zitten. Mijn moeder maakt foto's van mijn help. Conclusie, ik ga hem niet kopen, want ik heb nog een witte stoel thuis staan. En die ga ik dan meenemen naar Amsterdam. Mijn moeder heeft ook gewoon echt scheid. En die, maakt gewoon en die houdt een hele fotosessie hier in de IKEA. Ik vind het best wel altijd om te vloggen. Maar even serieus, deze setting is zo cute. Ik wil hier wonen. En deze bank is ook lekker. Love it. Ik loop van de trap af en ik zie gelijk al iets wat ik wil hebben. Namelijk dit ding. En het is 10 euro en ik heb het al eerder een keer gehad, maar het wordt best wel snel vies. Als je het op de grond neerlegt, maar ik ben van plan om dit over mijn stoel heen te leggen. En dan blijft die hopelijk wel schoon. Geurkaars zijn altijd al mijn favoriet geweest en deze ruiken zo lekker naar cookies, cakeys, I don't know. Maar ik neem het mee, want ik kan er niet mee dealen, want het is te lekker. Ik wilde graag mannen hebben waar ik mijn ondergoed en zo in kan doen. Alleen, ze zien er niet echt heel mooi uit. Online vond ik ze mooier. Dus ik ga deze niet nemen. Ze zijn wel heel erg goedkoop. 5 euro voor 3 mandjes. Prima te doen, maar ze zien een beetje slappig uit.
Nee. Ik had ook deze mandel op het oog, maar deze vind ik ook een beetje tegenvallen. Ik vind hem wel heel erg leuk, maar hij is echt huge. Dus ik ga misschien voor iets simpelers, namelijk deze manden. Deze spiegel heb ik thuis en eigenlijk wil ik zo'n formaat, alleen moet hij wat langer zijn. Want als hij aan de muur hangt is hij gewoon mooi, maar mijne mag niet aan de muur hangen, want ik mag niks in de muren boren. Dus ja, ik moet maar verder gaan zoeken naar mijn ideale spiegel die 1,60 is. Ik zag wel een spiegel van 1,60, bijvoorbeeld deze is bijna 2 meter, alleen die is echt huge. Ons IKEA-avontuurtje zit er bijna op. Ik heb alle spullen in het mandje. Ik ga nu alleen nog even bij de kerstspulletjes kijken, want daar word ik altijd wel gelukkig van. En ik denk dat ik een gingerbread house ga kopen voor in een video voor echt in de toekomst. En even kijken of we nog andere leuke kerstspulletjes zien. Pamela en ik zijn van plan om hier een video over te maken, dus we gaan hier 2 van meenemen en deco dingetjes. Ik ga nooit meer op een zondag naar de IKEA, want het was niet normaal druk en ik kon ook echt amper binnen vloggen omdat er echt overal mensen waren. Maar ik ben wel heel erg blij, want ik heb heel veel leuke decoratiedingetjes geshopt die ik dan mee kan nemen naar mijn nieuwe woning. En ik denk dat ik nog sowieso in de loop van de tijd nog veel meer ga kopen. Maar voor nu is het helemaal prima. Het begint nu ook heel hard te regenen. Dus ik ga heel snel mijn camera weg doen, de auto instappen en met mijn ouders weer naar huis. Ik ben weer thuis en ik heb echt aardig wat gekocht. Dus ik ga even laten zien wat mijn nieuwe IKEA aankopen zijn. Als eerst hebben we hier een prullenbak. Hij was 1,30 euro. Ik heb bewust voor een hele goedkope prullenbak gekozen. Want mij kennende ga ik over een tijdje een nieuwe prullenbak kopen. Of niet, maar ja, lekker goedkoop. Why not? We hebben hier 2... Ja, hoe noem je dat? Ik noem het... dingen voor zout en peper. Maar Sarah en ik wilden dit graag in huis hebben. Dus ja, heb ik dit voor ons gekocht. Dit was best wel duur. Het was 6 euro per stuk. Maar ik vind het wel heel erg fijn werken. Het is zo'n kruidenmolen. I don't know wat dit is. Maar ik weet hoe je moet gebruiken. Maar ik weet de naam ervan niet. Dan heb ik een kussensloop gekocht. Een blauwe. 50 bij 50 centimeter. Ik hoop dat ik hier nog een kussen voor heb. Anders moet ik die nog gaan halen. Dan heb ik dit gekocht. Ik weet niet hoe duur het was. Ik zag hem bij de kaarsen liggen. En toen dacht ik, ik vind het gewoon heel cute. En ik denk dat ik dit op mijn nachtkastje neer ga zetten daar. Dan heb ik deze maatlepeltjes. Of hoe je dit ook noemt. Heb ik gehaald. Ik had het een keer gekocht gewoon voor hier in huis. Alleen mijn ouders maken er blijkbaar ook heel veel gebruik van. Dus ik dacht, ik koop gewoon even een nieuw setje. Altijd handig. Dan heb ik dit. Ik moet echt al die namen gaan leren van die huishoudelijke spullen. Want ik heb geen idee hoe dit heet. Gewoon ja, van die klemmetjes die je gebruikt als je zak chips of zo open is. Altijd handig. Of je vuilniszak of noem het maar op. Dan heb ik verlichting. En ik had laatst ook al verlichting bij de IKEA gekocht. Maar ik had blijkbaar de verkeerde gekocht. Dus ik heb nieuwe lichtjes gekocht. En dan hebben we hier een lamp. Want ik heb een nachtlampje gekocht. Ik wilde eigenlijk 2 nachtlampjes kopen. Maar ik begin er even met 1. Want mocht ik deze lamp niet super leuk vinden, dan heb ik er niet 2 gekocht. Dit is de lamp. Dan heb ik, zoals jullie al kunnen zien, dit fuzzy ding gekocht. Deze was 10 euro. Je had er ook 1 met echt vacht. En die was een stuk duurder. Volgens mij was het echt vacht, maar ja, ik weet niet. Ik heb het er niet zo mee. En dan koop ik liever een wat goedkopere ook. Want ik weet gewoon zeker dat die ook wel vies gaat worden. En ja, maar nu zie ik nog mooi schoon. En dan heb ik als allerlaatst nog 2 keer van deze opbergdozen gekocht. Want ik zat heel erg te struggelen naar opbergmanden, dozen, noem het maar op. Ik had zoveel in mijn handen. Alleen ja, ik vind het heel lastig. Dus ik heb deze 2 maar gehaald. Ik moet ze nog wel in elkaar zetten, maar dat ga ik pas doen als ik in Amsterdam ben. Want ik kan het nu al leuk in elkaar gaan zetten, maar op zich. Zo, ja wel. Ik kan het alvast in elkaar zetten, want dan kan ik mijn ondergoed er al in doen en zo. Slim.
Het is inmiddels alweer avond en mijn stem is niet bepaald verbeterd. Maar ik ga straks met mijn ouders uit eten om deze hele situatie te gaan vieren. Want ja, dat moet toch wel gedaan worden. We gaan wokken. Ik heb dat zo lang niet meer gedaan. De laatste keer dat ik heb gewokt was volgens mij 2 jaar geleden met kerst. Of later nog. Ik weet het niet eens meer. Inmiddels ben ik alweer thuis en het was echt heerlijk om even uit eten te zijn geweest. Wauw. Zoals je kan merken is mijn stem nog niet helemaal terug. Ik hoop dat hij morgen wel een stuk beter is, want ik wil gewoon mijn eigen stem weer terug hebben. Overmorgen gesproken, morgen is mijn allereerste echte verhuisdag. Want dan ga ik spullen die hier staan overplaatsen naar mijn kamertje in Amsterdam. Of ja, het appartement die ik samen met Sarah ga delen. Ik heb er echt super veel zin in. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral dan duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jou morgen te zien in mijn nieuwe vlog. Dus tot morgen. Doei. En vandaag is een hele bijzondere dag. Want vandaag is de officiële verhuisdag. Dit is mijn nieuwe kamer. We wonen hier nog maar 1 dag en wij hebben al een kerstboom gekocht. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking.